Trainersvisie 3, Richard Plug. Um, zaterdag, na twintig minuten, zag ik uh, toch redelijk zenuwachtig uh, drentelend Jurie uh, Rozen. Die was niet op zijn gemak. Want ik, volgens mij waren ze een beetje in, in paniek, omdat DVS op een bepaalde manier speelde. Waarvan hij, uh, ja, daar had hij een beetje een sik van. Het, zo kwam het op mij over. Oké, okay, ja, ik, ik let niet op Jurie Rozen. dus dat weet ik niet. Uh, ik weet dat ik redelijk rustig zat. He, dus uh, niet dat we de eerste helft heel goed voetbalden, maar ja, ik zag natuurlijk wel wat we al aan het doen waren. He. We kwamen regelmatig door, alleen in de eindfase was het niet goed genoeg. Ja, dan kom je 1-0 voor. He, goed doorgaan van Benjamin, enigszins gelukkig bij Joshua. Dat Joshua hem afmaakt was geen toeval, want als je hem donderdag hebt zien trainen, dan is het gewoon een kwestie van uh, dat het een keer zijn kant op ging vallen. De vorm komt er heel duidelijk aan, ja. Nou ja, goed, is logisch. Hè? We zijn langer bezig. We zijn nu in de fase terechtgekomen waarin we korte partijen spelen. Dat kon ik eerder niet doen. Dus ja, daar word je scherper van. Nou, dat is op trainen te zien en dat was zaterdag in de wedstrijd ook te zien. Dus, uh, ja. Hoe aanvallend verdedigend ook kan zijn, de tweede helft. Oh, toen moet je wel genoten hebben, Richard. Ik in ieder geval wel. Ja, nou ja, goed weet je, wij ik speel, ik, volgens mij spelen we al anderhalve maand 3-4-3. He, dus, uh, dus dat is volgens mij super aanvallend. Maar het is een beetje hoe je ernaar kijkt. En, uh, maar ik weet de intenties. He, ik heb jou vorige week al gezegd: het was voor mij geen toeval dat Joran Verzanten vorige week de winnende goal maakte. Want ik heb jou verteld wat de bedoeling was: He, dat hij in moest schuiven van achteruit. En dan maakt hij zo'n goal. En ik denk dat we, dat we zaterdag uh, de tweede helft. Uh, ik heb het links iets anders neergezet dan rechts. Ja, weet je, op een gegeven moment waren Benna, uh, Olly en Jos niet meer te houden. En, uh, ja. Weet je dat een tegenstander dan op een gegeven moment dat, dat er gezegd wordt, de calls worden makkelijk weggegeven, ja, dat dwing je dan vanzelf af. En, ja. en dan mis je ook nog gewoon vier uh, basisspelers. Maar je lost het uh, uh, gewoon uh, goed op met uh, de verrassende opstelling uh, Las Dekker op uh, links. beetje redelijk ingevuld. Jawel, jawel. Nou ja, goed weet je, ik heb tegen Las gezegd: kijk, ik weet dat het zijn positie niet is. Maar kijk, Las is technisch en tactisch een goede speler. En vanuit die situatie heb je het hartstikke goed gedaan. En uh, ik mag hem daar eigenlijk niet neerzetten, maar in dit geval moest het gewoon. Uh, ja, wat ik las wel, wel, wel eens kwalijk neem, en, uh, en dat is ook de reden dat hij dan wissel zit, is dat het allemaal één tempo is en dat er wel wat meer gif in mag. Nou, ik denk dat er zaterdag een hoop momenten waren waarin Daan de bal had. En dan kan hij juist laten zien hoeveel gif hij heeft hè, door het vragen van de bal. En ik denk dat hij daarin gewoon. Uh, ja, niet goed genoeg gedaan heb. Heb ik ook daar nog gezegd. Hè. Dat zijn juist de dingen die ik beter wil. Dat hij kan voetballen, ja, dat ziet een blinde nog wel. Uh, dus dat is heel het probleem niet. En, en dat hij op een positie staat waar hij uh, niet hoort te staan, dat weet ik. Maar dat ik hem daar neerzet wil ook zeggen dat ik wel voldoende kwaliteit heb in zijn technisch en tactisch uh, kunnen. Wat wij ook allemaal weten, dat is uh, dat we drie uh, fantastische voorhoederspelers hebben, natuurlijk. Die uh, ze nu en dan uh, elkaar de bal niet gunnen. Maar ja, goed, dat kost dan een uh, kratje bier. Uh, <laughs> ja, ja, goed, Olivier Pilon natuurlijk. Maar um, ja, ik, snap, ik snap aan de andere kant ook wel dat hij die individuele actie, want die heeft hij natuurlijk ook in zijn bagage, dat hij die wil doorzetten. Ja, goed. Weet je, ik, heb, ik heb ooit die collega Erik Meijers van VVSB horen zeggen, van, uh, he, die zei het dan netjes voor de camera, ik zal het ook zo netjes zeggen, dat die honey voor de goal moet zijn, he, een spits. Uh, dus dat mag. Maar ja, zaterdag was duidelijk een situatie waarin je die bal altijd breed moet spelen op Joshua. Dus dat is simpel, daar is Oliver uh, door mij in, uh, in, uh, op aangesproken. Gaat ook niet meer gebeuren, zo'n situatie. Hij moet nou een kratje bier betalen. Kijk, dat is iets wat ik gewoon totaal niet in mijn elftal wil hebben. Als je hem, als je hem zo makkelijk breed kan leggen, moet je hem breed leggen. En, en, en in andere situaties, dan, ja, dan heb ik daar vrede mee dat die spitsen uh, dat is ook een kwaliteit die ze hebben. Maar Oliver moet gewoon, kijk, weet je, op dat moment moet hij gewoon hij heeft twee penalty's voorbereid. Hij heeft die week daarvoor een assist geleverd op, uh, op Joran. Ja, dan is hij voor mij al uh, goed genoeg bezig. Dus. Maar, weet je, uh, Oli was de eerste die zei sorry. En in de kleedkamer heb je het nog een keer gezet. En daarmee is de chaos af. Simpel. Okay. Uh, wat mij ook opviel, dat was uh, uh, toch wel de, 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 de drive naar voren en, en de mooie opbouwende uh, stylist, stilisme van uh, Jeremy Jonker. Je komt er toch langzaam maar zeker steeds beter in, uh, Richard, hè? Ja, nou ja, ik kijk, Jeremy, Jeremy heeft één probleem. Hij heeft gewoon twee, drie keer in een wedstrijd dat hij zit te slapen of dat hij een gemakzuchtige fout maakt. Uh, ja, weet je, ik ben trainer om, om uh, jongens in... in, in dat verhaal beter te maken. Hetzelfde met Oktij. Uh, Oktij is een enorme winnaar voor mij. Een strijder. Maar hij laat af en toe wel een man uit zijn rug lopen. Nou, dat was zaterdag weer het geval. Nou, en als je dan over Jeremy. Ja, ik heb Jeremy wel in een gesprek gezegd. dat hij hier de komende acht jaar gewoon een goede speler kan zijn. voor DVS 33. Dat, 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 uh, ja, dat is niet zo moeilijk om, uh, om te zien. Uh, mits hij die, die gemakzuchtige fouten eruit haalt. Ja, nou ja, dat, dat zal hij het hele jaar. dat gezegd zal hij van mij aanhoren. En, uh, maar daar ben ik trainer voor. Uh, al uh, wat uh, nieuws gehoord van uh, Goes, hoe ze, hoe de manier waarop ze spelen? Ja, ik weet alles al van Goes. Dus, uh, maar uh, ja, we gaan deze uh, vandaag lekker uittrainen, morgen wat scherp trainen, en donderdag naar de wedstrijd toe trainen. Ja, en dan uh, we gaan we kijken of we hier zaterdag een goede wedstrijd neer kunnen zetten. Steeds meer uh, zin erin hè, met deze groep, Teamgeest. Uh, daar had je het ook nog over in de krant. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het vanaf dag 1 al naar mijn zin heb, hoor. En uh, in het trainingskamp zijn daar de puntjes op die gezet. En uh, ja, weet je, ik heb het 8, 4 en 4 jaar bij een club uitgehouden. Dat zegt misschien wel wat over mij. Nou, misschien eigenlijk wel meer over die spelers. Maar uh, nee, weet je, deze groep zit gewoon hartstikke goed in elkaar. En uh, ja, nou ja, alles wat ik daar als trainer een klein beetje aan bij kan dragen, dat doe ik me de best voor. En uh, als je hier donderdag in de kleedkamer had geweest, ja, dat was één groot feest. Dus. Uh, nou, ik hoop dat we dat een jaar door uh, het hele jaar uh, doorzetten. Ja. Het hele jaar DVS, één feest. Oké, okay, nou, bedankt op, uh, Richard. Dat is de bedoeling van het leven. Ja,